Zijn vrouw die zat bij mij, dus ik wist eerst niet dat ik Lena Helder was. Nou, het was heel gezellig. Toen zegt ze op een zeker moment, zo'n beetje tegen de avond, waar ze morgens begonnen. Toen zegt ze, goh, nou ja, bij mij thuis gaat het anders. Ik zeg, hoe dan? Ja, ik moet koken en ik moet studeren en ik moet werken en ik moet de boel opruimen. En ik moet zijn ontbijt maken en dat ontbijt dat moet zo zijn. En ik zeg, dan zal hij wel hartstikke druk zijn. Nou, hij zit maar werken, doet hij niet. Ik zeg, nou, wat een lamzak zeg. Ik zeg, nou, als jij mijn dochter was, dan wist ik het wel. Hup, wegwezen. Nou, en dat heeft zij tegen hem gezegd op het moment dat ze bij elkaar kwamen. Ja, dus toen was hij echt helemaal opgefokt naar mij toe. En hij wou me echt te lijf gaan. Dus de tafel was gelukkig 1,5 meter breed. Dus anders denk ik wel, dan was hij er overheen gekomen, ja. Alle vooroordelen van wat je hebt van Surinamers, die worden bevestigd. Ja, ik mag niet. Ja, die moet je niet in mijn kont knijpen. Want zij wil me nou even terugroepen, want dat ik dat niet mag zeggen. Maar dat is gewoon zo. Als je naar die beelden kijkt en je ziet hem zitten, liggen met zijn blote poten op het bed. En zij moet hem bedienen. Ja, je hoeft niet te zeggen dat het niet zo is. Want iedereen gaat dat zien.